En alle mensen van Dutch Gamer Nation, welkom bij Minecraft Maandag. We gaan weer verder. Zoals jullie kunnen zien, ziet het er heel anders uit. En dat komt omdat ik mijn texture pack heb veranderd. Eindelijk kunnen we veranderen naar John Smith. Eindelijk. Wat we vandaag gaan doen is sowieso wennen aan de texture pack. Dat is echt niet normaal. Het ziet er allemaal veel mooier uit. Zie je al die vlammen daar en zo. Wat we vandaag gaan doen is een paar dingen eigenlijk. En weet jij, de vorige afleveringen waren best wel lucky. En heb ik bijna alles kunnen vinden wat ik in de afgelopen 6, 7 afleveringen heb kunnen doen. Dus wat ik vandaag wil gaan doen is, ik pak mijn ender, of de obsidian erbij. Ik pak er wel even een paar bij. Hoeveel zijn het er? Een stuk of 8? Wacht, weet je, laat maar. Ik neem er gewoon 10 mee. Zo, 10. Dat zijn er 10. En wat ik wil gaan doen is eerst even mijn pleister goed doen. Godverdomme. Was een fucking kerstboom aan het opzetten. En er was een hele leuke kerstbal. En die vond het leuk om in mijn vinger te snijden. Dus ik heb een fucking plek op mijn hand. Of tenminste een gat in mijn, een gat in mijn vinger. Een snee. En die bloedt nu al een uur of 2, 3 lang. Met pleisters erom. Alleen die pleisters die wij hebben, die zijn niet zo heel goed. Maar goed. Genoeg gezeik over mijn shit. Wat we gaan doen is, ik neem even een paar ender pearls mee. Want vorige aflevering hebben wij natuurlijk, samen met even wat voedsel, heb ik nog wat eten bij me wat ik echt kan gebruiken. Ik kan echt gewoon steak, brood. Ah, weet je, fuck it, ik neem gewoon brood mee. Nee, ik heb natuurlijk de vorige aflevering in de Nether heb ik hoe heet dat? Wat blaze spawners gevonden. Eigenlijk 2 zelfs. Vlak na de vorige aflevering heb ik ben ik gewoon een beetje rond gaan turpen. En toen kwam ik er nog. Waarom neem ik die trouwens niet mee? Oh. Ik neem de helft mee. Zo. Nee, ik heb de vorige aflevering, of eigenlijk tussen de afleveringen in, ben ik een beetje rond gaan lopen. En toen kwam ik eigenlijk nog een blaze spawner tegen. Wat er eigenlijk vlak achteraan kwam. Dus, wat wij gaan doen is, eerst even kijken waar die spin. Oh, ik wil zeggen, waar is de spin? Dus wij gaan eerst even die spin killen voordat die mij killt. Oh, wow. Goed, we zijn in ieder geval level 2 en we hebben nog wat strings gekregen. Dat is fijn. Wat wij gaan doen is, wij gaan even wat maken. Ik heb trouwens iets gemaakt. Tussen de aflevering in. Wat eigenlijk best wel gunstig. What the fuck? Gunstig is voor de blaze spawn, zeg maar. Ik heb trouwens mijn spullen daar nog achter gelaten. Ik denk, ik dump het daar en ik loop door. Zeg maar, zonder spullen. Dus, oh, ik wou zeggen, hé, daar ligt wat. Maar daar lag niks. Tenminste, niks boeiend. Eens even kijken. Oh, nou hebben we nog. Oh, fuck. Kan ik die zo killen? Die kan ik ook zo killen, toch? Ja, dat kan. Dat ga ik ook gewoon doen. Ik weet niet wat ik ervoor nodig heb, maar ik neem ze in ieder geval gewoon mee. Al die lava balls en zo. Die droppen toch normaal van die lava balls of van die magma balls? Hoe heet die dingen? Ik dacht het normaal wel. Maar goed, we hebben hier natuurlijk onze hele leuke fortress. Vlakbij de spawn. Oh, fuck. Oh, what the fuck? Die liep gewoon de lava heen. Oh, kut. Oh, kut. Oh, kut. Kut. Wat is dit? Wat zijn dit? Ik ken deze dingen niet. Ik heb ze ooit 1 keer gezien, geloof ik. Alleen, wat ze doen, weet ik niet. Wat zijn dat? Coal and bones. Oh, vet cool. Oké. Daar. Ja, ik weet dat jullie herkennen dit niet, dat weet ik. Daar ergens is die blaze spawn. En daarboven. Even kijken hoor. Hier ergens, daarboven ergens is ook nog een blaze spawn. Maar goed, dat gaan we zo even. Kijk, ik heb het hier. Dit stuk, dat was gewoon zo. Alleen, ik heb dit stuk dichtgebouwd. Dit stuk zo dichtgebouwd. Met een dak erop. En ik heb dit dichtgebouwd. Nou, ik zal even een stukje naar boven lopen. Daar het eind. Hier is normaal de blaze spawn. Ja, kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik dus.
Ik heb hier even een crafting table gemaakt en even een chest met mijn spullen erin. Oh, ik had hier nog een enderpearl ingestopt. Oké, wat ik eigenlijk wil gaan doen is, ik pak even mijn enderpearls en mijn blaze rod die ik trouwens gekregen heb daarvan. Nou, het is in principe niet nodig, maar oh wacht, zal ik eens dat doen? Zo. Enderpearls en ender eye, of eye of ender. En met die eye of ender, samen met obsidian, kan ik een ender chest maken. Nou, wat je met die ender chest kan doen, kan ik hem trouwens hiernaast zetten? Ja, dat lukt. De ender chest, dat is een chest wat niet stuk kan. Wat nog het leuke is aan de chest, is dat als ik dit eruit haal, en ik stop er even in wat ik nodig heb. Nou, obsidian kan erin, dat kan erin. Dit kan erin, glowstone kan erin, nether brick kan erin, netherrack kan erin. Torches kan ik nog wel meenemen. Nee, wacht, die kan ik er trouwens nog wel terug doen. Pickaxe kan ik mee. Spider eye, eigenlijk alle troep kan er wel in. Die neem ik mee, want die is bijna stuk. Pickaxe kan mee, pijlen. Nou, ik heb geen boog, dus die kan er ook in. Wat ik hiermee kan doen, is, ik heb nog een Eye of Ender. Dus als ik nog wat obsidian wat in mijn kist zit thuis, als ik dat nou gebruik om nog zo'n ender chest te maken, en ik zet er een ender chest bij mij thuis neer, dan kan ik alles wat ik nodig heb thuis, en hier vandaan heb, dat kan ik dan erin stoppen en dan kan ik het hier openen. Dus in principe is dit een chest wat overal actief is, zeg maar. Dus overal waar ik een ender chest heb staan, en dit zit erin, dan kan ik dat toch overal openen. Dus ik hoef het niet overal steeds mee te nemen. Dat is heel makkelijk. Dus wat we vandaag gaan doen is, even kijken, ik heb nog een blazer. Ja. We gaan even, nou, nu ik dit heb trouwens op laten zien en dit niet zo heel bijzonder is, ga ik even terug. Want ik wil eigenlijk vandaag een stronghold vinden. Een stronghold. Dat is een soort van ondergrondse cave-achtig iets. Wat, hoe moet ik het uitleggen? Hoe kan ik dat het beste uitleggen? Een soort van ondergrondse cave met rails. En daar vind je ook nog meer chests. En met volgens mij met, ja, ik weet niet of dat altijd zo is trouwens. Met, hoe heet dat? Nog wat van die spawners en zo. En daar ligt ook meloenen. En de meloenen die wil ik eigenlijk ook hebben. We gaan gewoon even een keer ronddurpen. Weet je, ik heb al genoeg afleveringen gedaan. Gewoon genoeg gedaan om in ieder geval een basis af te kunnen hebben. Ik vond het wel even een keer tijd om gewoon een keer een half uur lang, ongeveer. Heb ik trouwens nog genoeg? Oh, ik heb er nog 8. Wauw, ik heb er precies 8. Wacht, crafting table. Zo. En heb ik die Eye of Ender niet mee? Kut. Die heb ik er niet meegenomen. Oh, lekker slim. Wauw. Oké, nou, laat maar. Dan doen we het wel een andere keer. Dat maakt niet zoveel uit. Dan zorg ik wel dat ik een Eye of Ender heb. En dan maak ik hem dan. Maar goed. Back to business. We hebben hier ons pompoen. En sorry, mijn pleister, dat doet echt heel moeilijk. Wat we gaan doen is, ja, op zoek naar een stronghold. Waar ik hem vind, geen idee. Hoe ik hem vind, geen idee. Wat ik eerst ga doen is even wat eten. De meeste kans meende ik dat je die vond bij deserts? Kip. Een kip. We hebben gewoon een kip gevonden. Als we nou gewoon een gat graven, hè? Daar even onze kip in doen. Zo. De rest boeit me eigenlijk niet zo.
Kijk, nou hebben we een kip. Leuk kippetje, goed. Voor een keer een kippenei te maken. Of voor kippen. Ja, gewoon voor eieren. Dat we in ieder geval heel veel eieren hebben. What the fuck? Nog meer kip. Heel veel kip trouwens. Ja, wij moeten echt even op zoek. Oh, fuck. Fuck. Nee. Nog één? In ieder geval, we moeten even op zoek naar een desert. Oh, wacht. Ik heb nou trouwens geen... Had ik hem mee? Nee, die heb ik niet mee. Oh, fuck. Ik heb niks mee. Ik ben lekker aan het voorbereiden of aan het halve voorbereiding aan het voorzien. Oh, kut. Er komen nog fucking veel dingen ook. Ik ga eerst even naar huis. Ik ga slapen en ik ga overdag wel. Want ik moet nog wat toortjes mee, anders weet ik mijn weg niet terug. Dat is wel een goed idee trouwens. En een fucking creeper. Boom, boom. Nee. Ah, oké. Oh. Oh my god. Oh my fucking god. Wat een hoop zombies. Oh, heb ik die opengezet? Niet slim. Oh shit. Hey cool, ze maken elkaar gewoon af. What the fuck? Oh, nou ga ik maar wel even naar binnen. Nou ga ik wel even naar binnen. Oké, we hebben genoeg rondgedurpt. We gaan nu echt even aan de slag. Even wat, wat dingen voor elkaar krijgen. Rotten flesh, bone, seed. Nee, seed moet daar niet in. Arrows. Nee, dat moet er ook niet in. Veren. Dirt kan er wel in. Strings kan daar wel in. Spider eye. Wat food. Die kan erin. Raw chicken. Arrows. Nee, arrows bij eten. Doe normaal. Ik weet niet of het smaakvol is, maar ik hoef het in ieder geval niet. IJzer. En wood. Dus hebben we sticks. En we gaan even nog wat pickaxe maken. Pickaxe. En nog een extra zwaard. Zo. En dat was het wel. Mineraal, dat kan daarin. Sticks erin. We hebben nog wat eten mee. Torches. Tools. 19. Dat is ook niet veel. Nou, dan heb ik er 3 van mee. 47 van die. Als ik het nou zo doe, hè? Kan dat? Nee, dat kan niet. Oké, doen we dat zo. Hop. Oh. En dan hebben we... Even kijken. Tools. Nou, dan nemen we 1 stack aan torches mee. Dat vind ik wel goed. Hout kan daar wel in. 53 brood, dat moet ook wel genoeg zijn. En... Voor de rest even kijken. Wat hebben we nog meer? Diamond pickaxe. Nou, die gebruik ik liever niet. Liever niet. Mocht het echt nodig zijn, dan wil ik het wel meenemen, maar... Tot die tijd liever niet. Oké, ja, we kunnen eigenlijk nu al bijna weg. You can only sleep at night. Oh, fijn. Is het echt nog zo licht dan? En mijn fucking pleister, doe even normaal. Godverdomme. Oké, we gaan maar eens even lopen. Ik weet niet waarheen. Behalve dat ik XP voor krijg. Voor eigenlijk niks, maar oké. Kijk, zullen we die kant op gaan of zullen we die kant op gaan?
Ik ga deze kant op. Ik weet niet waarom, maar ik vind het prima. We gaan eens even kijken hoe ver wij komen met onze leuke. Holy shit. Ik ga daar niet te dichtbij, want als er straks wat aankomt, dan schieten ze me zo naar beneden en dan ben ik dood. En dat is bijna een garantie. Dus dat doen we maar even niet. Ik moet eigenlijk regelmatig tortjes neerzetten. Zo. Zo. En, nou, doe het wel even zo. Ik denk dat ik nu wel mijn huis redelijk terug kan vinden. Hier zijn trouwens ook redelijk veel schapen. Wauw. Dus ik kan eigenlijk als ik wil, kan ik... best wel veel... zo. Oh, daar is er al één. Laat maar. Neem ik die wel mee. Je moet niet te veel tortjes gaan gebruiken hier. Kijk, als ik dit nou meeneem, hè. En ik maak er... Oeh, geel. Dan neem ik er nog wel één mee. Oh. Zo. Neem ik geel mee voor... de weer seeds. Oh nee, dat is gewoon seeds. Laat maar. Dan zeg ik, ik moet nog steeds wennen aan de texture pack. Dus dat wil ik ook. Hé, varkens. Hallo varkentjes. Ik ga jullie de volgende keer misschien meenemen. Als ik... ja, als ik geen... Wortels eten die dingen tegenwoordig. Ik wil zeggen, als ik wortels heb, maar die heb ik natuurlijk. Dus laat maar, dat gaat wel goed komen. Oh wacht, ik ben nou weer vergeten op tortjes te plaatsen. Dus ik moet weer even terug. Slim. Oké. Voorbij het water. En hier tussendoor is er nog één. En daar heb ik weer een torch of niet? Ja. Oké. Hé, wat hebben we? Oké. Nou hebben we dit in ieder geval af. Dus ik moet even echt even in de gaten gaan houden wanneer ik torches plaats en wanneer niet. Anders vind ik mijn weg straks niet meer terug. Oké. Oh, hier hebben we nog wat torches. En vanaf hier mag ik dus weer gaan plaatsen. Wat hebben we hier? Een cave met coal. Oké. Oh, even een torch hierop. Dan kun je in ieder geval weten waar ik heen moet. Ik denk dat ik ook een keer een aflevering moet gaan maken waarmee ik rails ga maken. Dus dat als ik... even kijken hoor. Hierop. Zo. Ik ga hier even op. Oh, kan er geen torch op? Jammer. Oké, even kijken. Wat een village? Oh, wauw. We gaan even naar die village toe. Wacht, als ik deze nou eens weghaal, hè? Voordat ik straks verdwaal. En even kijken, waar is de torch? Daar is de torch. Dus als ik hier nou een torch plaats. Kom. Ja, dank je. Als ik nou eens gewoon hierboven even... Zo. Oh. Oh. Even kijken. Zo. Klote. Boom die is gewoon niet gelijk. Zo. Wat was dat ding eigenlijk? Hier hè? Ik maak even een bruggetje. Of nou ja, een bruggetje. In ieder geval even een oversteekgedeelte. Zo, dat is wel even goed. Maar hier ergens was dus de village.
Oh, ik heb nou alweer genoeg, zoveel honger dat ik niet eens meer kan springen. Of kan rennen. Even kijken, daar is de village. Zo. En gooi ik er hier tussen ergens nog één. Zo. Maar goed, mijn idee was dus om een stronghold te vinden. Maar een village is ook wel goed. Een village heeft meestal ook nog wel wat. Wat leuks. Maar goed, nou hebben we dus een... Waar leven die mensen? Serieus? Wat hebben we? Dit zijn potatoes. En... Ja, graan. En rood. Een poppy. Is rose red. Oké. Eens even kijken. Kunnen we hier ergens naar binnen? Wat heb ik? Oh, nog meer rozen. Oh, nog meer poppy. Oké. Seeds, potato. Ja, ik neem gewoon de potato mee. Ik moet eigenlijk melons hebben. Hebben die mensen iets wat... Serieus? Liggen die poppies hier voor het oprapen of zo? Heb jij iets wat ik hebben wil? Oké, 1 emerald voor 12 pijlen. Nou, doe maar niet. Die gasten die willen echt altijd emeralds hebben. En ik weet ook gewoon niet waarom. Is emeralds hier gewoon... Hé, hier komen. Ik kom hier in vrede, ja? 21 wheat voor een emerald. En 2 emerald voor leren boots. Nou, wat ik wel kan doen trouwens. Heb ik... Nee, ik heb dat ding niet mee. Kut. Ah. Sorry, maar ik moest er even door. Even kijken, wat hebben we? Het zuur. Lichtgrijs. Oh, dat is wel cool. Als ik nou van alles nou eens 2 meeneem. Dan heb ik in ieder geval voor mijn schapen heb ik genoeg, zeg maar. Maar wat ik nou eigenlijk wel ga doen is... Als zij wheat moeten hebben. Ik farm gewoon alles leeg. Inclusief jou. Ja, ga maar dood. Ga jij ook maar. En zo. Die gaat vanzelf wel dood. Wat heb jij? 1 emerald. Oh, jij bent die van emerald. En oké. Zo. Nog wat wortels. Ja, heel leuk, maar dat is niet wat ik zocht. Ik moet echt uitkijken dat ik hier niet naar beneden val, echt waar. En ik heb 9 wheat. Dat is niet genoeg. Denk als ik nou de wheat omzet in emeralds. Oh, dan gaan al die villages naar binnen. Huh? Even kijken. 1 emerald voor 5 meloen. Oh, wacht. Als ik nou... Ja, ik... Wacht, heb ik de bone meal nog mee? Nee, ik heb geen bone meal mee. Maar dat zou me wel op een idee kunnen brengen, trouwens. Een skeleton zoeken. Hopen dat die bone meal dropt. Of bone dropt. Dan heb ik bone meal. En nou hoop ik... Ja. 14 raw kip. Ja, ik heb er maar... 4. Oh, ik durf dit niet. Ik durf dit niet. Zo. Wauw. Maar dit geeft me wel even de mogelijkheid om... wat bones te verzamelen. En zo op deze manier meloenen te krijgen. Ik blijf net zo lang doorgaan dat ik meloenen heb. I don't care hoe lang het gaat duren. Daar hebben we wat. Kom op. Kom op. Oké, dat is dat.
wel zeggen, ik heb niet geen ding waar ik naar beneden val. Nee, oké. Okay. Kom op. Oh, nice. Wat hebben we? 3 bone meals. Dat zijn er 9. Is dat genoeg? Ik weet alleen niet bij wie ik moet zijn daarvoor trouwens. Oh, 1 emerald. Ja, jou moet ik uiteindelijk hebben. Wacht, als ik hier nou eens... Even een stuk dirt eruit haal. Was jij dat nou? Welk huisje was het nou? Was dit huisje? Ja, jij was het. Oké, dan pak ik gewoon een stuk dirt. Oh, gravel viel naar beneden natuurlijk. Kut. Kut. Ja, we pakken gewoon nog een stuk dirt erbij. Zo, jij kan er niet uit. Dus als ik wat nodig heb, dan weet ik waar ik moet zijn. Oké, even kijken. Waar is dat fucking land gebleven? Oh, daar. Ben ik er voorbij gelopen. Eens even kijken. Pakken we de seeds. 2, 3. Ik weet namelijk niet precies hoeveel ik ervoor nodig had. 1, 2, 3. Oké. Okay. En... Nee! Oké, nou moet ik er even eentje hebben die... De... Nee. Oh, 21 wheat. Ik dacht 12 wheat. Oh, ook 21 wheat. Fuck! Maar jullie mogen niet weg, dus ik zet dit er even voor. Zo. Heb ik geen ander plekje waar nog wat wheat ligt? Ah, een ei. Nog een ei. Een ei hoort erbij. Vind je het erg als ik die tortjes meeneem? Of in ieder geval een paar tortjes, zo. Ziet hij nog tortjes? Nee. Oké, okay, dan gaan we verder naar boven. Ook niet. Wacht, nou heb ik wel wat extra bones, hè, of niet? Heb ik geen bones gehad? Heb ik die dingen daarvoor gekild? Fuck, hé. Doe normaal. Ik wil gewoon fucking... bones hebben. Zodat ik... Nog een ei. Kijk, daar is nog een. Die! Hé, hey, nog een kip. Nog een ei. Oh, wacht. Ik ga eerst voor de... Nog een ei. Kom op. Kom op. Ik zei kom op. Ah. Zo. Maar daar hebben we natuurlijk wel... nog een ei. Wauw, we hebben fucking veel eieren. Ik denk dat ik echt binnenkort ook gewoon een farm kan gaan maken voor kippen. Als ik, ja. Heb ik nou bones? Oh, ik heb wel 2 bogen. Oh, dat is fijn. Dan maak ik daar gewoon gelijk een boog van. En ik heb hier nog bone meal. Alleen niet genoeg voor alle... Voor alle dingen, zeg maar. Fuck my life. Dan moet ik hier gewoon nog een keer terugkomen. Ah, nog een kip. Of nog een ei. Waarom kan ik hem niet pakken? Nou. Oké, weet je, ik zet dit gewoon vol. Gewoon echt helemaal vol. Ik bedoel, ik heb thuis ook genoeg, dus... En dan moet ik hier gewoon een andere keer terugkomen. Denk ik. Maar we weten in ieder geval waar wij onze meloenen vandaan kunnen halen. Dat is fijn. Dat is heel fijn, maar dan
Oh, ik heb niet meer? Nee? Zet ik de rest wel vol met wortels. Zo. Gratis eten. Wat nou? Kan je trouwens dat... Ik vind het echt jammer dat je dat rotte flesje ook niet kan bakken of koken of... Waarom zit hier geen deur in? Mensen, echt waar. Oh, fuck. Nee, waag het. Okay, ah, kijk, daar hebben we er nog een paar. Ik ga eerst trouwens even eten. Ik weet trouwens al niet eens hoe lang ik bezig ben. Dus ik denk dat ik er maar mee stop. En dan gaan we volgende aflevering hier verder. Ik denk dat ik hier ook gewoon blijf. Zodat wij gewoon door kunnen gaan. Ik zal die twee trouwens ook nog even killen. Misschien heb ik nog wel wat bones. Krijg ik er nog wat bones voor? Dat zal wel niet. Wel een hoop pijlen trouwens. Oh, ik heb er nog 2 bones bij. Yes. Haha, dan heb ik er weer 9 bone meal. Dat is nice, dat is nice. Ik ga eens even kijken. Wat kunnen we hier allemaal nog... even kijken. Bone meal. Wat? Wie? Waar? Niemand. Oké. Oké. Zo. Dan heb ik een 16. Het is een begin. Goed, dan laat ik het hierbij. Dan gaan we volgende aflevering. Oeh, die viel wel heel hard naar beneden. Goed, gaan we volgende aflevering gaan we verder. En omdat het nou licht wordt, vind ik het een mooie tijd om te stoppen. Ik ga ergens een huisje in. Met een ei. En dan stoppen we ermee. Ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef het een groen duimpje. Wil je zien hoe ik verder ga? Abonneer dan. En blijf op de hoogte van mijn avontuur hier. Tussen al die mensen. Hi. 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 Ja, hi. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus, mazzel.